Ja, lieve mensen, ook ik, Mick Harre, ben hier bij het verzorgingshuis Evian Nieuw Groenland in de Zaanstreek. En waarom? Ja, het coronavirus treft ons natuurlijk allemaal. En sowieso heb ik geen spatwerk meer, qua zang dan. Dus ik dacht, nou, ik ga mijn vrije tijd die ik nu heb besteden aan mensen die het zwaarder hebben dan ik het heb. Want het is altijd zwaarder. En het is natuurlijk de mensen die geen bezoek meer mogen hebben in verzorgingstehuizen. En ik heb heel veel aanvragen. Ik ga een tour doen naar heel Nederland. En dat heb ik ook met verschillende sponsoren gedaan. Maar ik draag deze mensen natuurlijk een warm hart toe. Want het is natuurlijk vreselijk als je wat ouder bent en vatbaarder voor het coronavirus. Boven een bepaalde leeftijd bent en je krijgt geen bezoek. Dat is natuurlijk het ergste wat er is, want je bent al zo eenzaam. Dus ik ga vandaag hier zingen, bij Nieuw Groenland. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen. Maar Jordanezen, die zijn niet ordinair. We hebben wel ons eigen taaltje. Maar Jordanezen zijn niet ordinair. En ik had ze niet vergeten, hun liedjes zijn wel leer. En ze zijn al niet versleten, en dan gaat hij nog een keer. In de wip, Sabbeland, van die kind toen op mijn schoot bij ons. In de Jordaan aan jullie, zie je van... Bij ons, in de Jordaan, zie je de jongens en de meiden dansen gaan. Bij ons, in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. En Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de brein wordt staan. Hey! Succes is fijn, maar het kan niet alles zijn. Waar het werkelijk om gaat, is de bron waaruit alles ontstaat. Misschien vraag jij je af waarom wij ooit begonnen zijn. Twee vreemden voor elkaar, vol van haat en pijn. Ik hoop zo dat jij nooit die vergissing maakt. Dat schoonheid liefde is die nooit het hart raakt. Ik heb alleen nog jou, mijn zoon. Ik zie mezelf in jou, mijn zoon. En als ik blijf, blijf ik alleen voor jou, mijn zoon. Maar blijf echt alert en blijf zoveel mogelijk thuis en anderhalve meter van elkaar vandaan alsjeblieft. Want het is echt waar, als je in het ziekenhuis komt te liggen, ik heb het gezien, het zijn jonge mannen en die vechten voor een, bijna voor hun leven eigenlijk, zo is het. Ja, zullen we doen? Slaap je al in deelde nog wat kwijt? Ik maak je even wakker door mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik, want alleen is maar alleen. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Wat ik zeggen wil is kort. Maar ik meen het, ik ben zo blij dat jij hier bent. Heel makkelijk. Al 6 jaar vrijgezel. Ik slaap altijd alleen, niet in een hotel. Want ik wist niet wat het was om verliefd te zijn. Wat moet ik nu nog zonder jou beginnen? Kus me en
zeg dat je van me houdt. Ik wilde zilver, maar ik heb nu goud. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik, al het moet ik zo jou. Yeah. Je ogen zeggen zoveel tegen mij. Als jij ze open maak je mij zo blij. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik, al wat moet ik zo van jou. We zijn hier met z'n allen bij Nieuw Groenlandsjaar. We gaan weer even lallen voor alle bewoners, het is echt waar. Ze mogen geen bezoek meer door de corona. Dus daarom staan we hier met z'n allen. Hey! Wat ik zeggen wil is dat, maar ik meen het. Ik ben zo blij dat jij bent. Wat ik zeggen wil is wat, maar ik meen het. Ik kan niet, ik wil niet meer zonder jou. Nou beste mensen, het optreden zit erop. Ik heb het heel hartelijk gedaan. Ik ben heel warm ontvangen hier. Vanuit de mensen vanaf het balkon, maar ook achter het raam. De bewoners waar ik het voor gedaan heb. De oudere mensen die heel vatbaar zijn voor het coronavirus. En ja, die geen bezoek meer mogen hebben, natuurlijk omdat mensen van buiten afkomen, waardoor het overdraagbaar is. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb en ik ga een tour doen door heel Nederland. Zoals je ziet, Mick, een tour. Het is alleen maar zuiver om die mensen een hart onder de riem te steken. En we gaan op naar